Steeds meer sectoren krijgen de planningen niet meer rond. Dit komt door de vele coronabesmettingen onder personeelsleden. Zo ook bij de Groningse schoonmaakbedrijven. Veel schoonmakers zitten thuis en kunnen dus niet aan het werk. Bij het schoonmaakbedrijf van Bas Laan een herkenbare situatie. Het is op het moment lastig plannen. Je plant iets in. De mensen moeten allemaal wel betaald worden. Of als ze thuis zijn, we moeten er iemand anders neerzetten. Of we moeten het zelf doen. Maar ja, dat qua kosten. Ja, dat is eigenlijk... Er wordt niks op verdiend, er moet geld bij. Je kan niet tegen de klant zeggen van, nou jongens, ik heb één ziek. Ja, die moet betaald worden, maar deze nieuwe persoon die hier loopt, ja, die moet ook betalen. Ik stuur je daar een factuur voor. Maar daar gaan ze niet mee akkoord, dus dan raak je je klanten kwijt. Op het moment is het heel lastig om goede mensen te vinden die nog een beetje productief bezig willen zijn. En arbeidsintensief natuurlijk. Ja, en ik heb het idee dat op het moment de mensen liever thuis hun werk doen of bij de GGD. Volgens Bas is het personeelstekort een groot probleem. De schoonmaakbranche speelt namelijk een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. Wordt er niet schoongemaakt, wordt alles in principe besmet. Met deurkrukken, deurklinkjes, liften, noem maar van die bureaus, noem maar zoiets. Alles wordt aangeraakt met handen en dat moet schoon. Ja, safety first zeggen ze dan toch? Bas hoopt op compensatie vanuit de regering, zodat hij zijn zieke personeel kan blijven betalen. Nou, ik had liever gezien, ik denk als er een... Ja, dat ze daar een potje voor openstellen of zoiets. Van, nou ja, moet jij iemand anders daar neerzetten? Wat kost jou dat? Dat ze dat op een of andere manier vergoeden. Want ja, je hebt een potje opgebouwd, maar door zoiets raakt dat heel snel leeg. Het water staat Bas nog net niet aan de lippen, maar het moet niet veel langer duren. Je moet wel opletten met wat je doet. Met investeringen of dat soort dingen. Van, nou, dat komt volgend jaar wel. Doe maar even rustig aan. Aan het einde van het jaar komt de blauwe envelop wel weer langs. En ik wil wel iedereen normaal kunnen betalen. En zodra dat niet meer kan, ja, dan houdt het voor mij ook op. En dan is de lol er wel een keer vanaf. Maar tot nu toe... Hobbelen we gewoon door.